Vrijheid is voor een groot deel van onze generatie vanzelfsprekend. Ik heb altijd mogen sporten en ik heb kunnen studeren. Mijn ouders hebben me altijd bijgebracht dat als ik iets wilde bereiken in het leven, dat ik daar hard voor moest werken, maar dat dan bijna alles mogelijk is. Pas later realiseerde ik me dat het voorrecht is om op die manier op te groeien. Ik heb kunnen studeren, ik ben arts geworden en ik kan zelf beslissen over hoe mijn toekomst eruit ziet. Dat is zeker niet voor iedereen op deze wereld het geval. Helaas zijn er nog veel plekken waar vooral vrouwen niet zelf mogen beslissen over hoe hun toekomst eruit ziet. Het feit dat ik die vrijheid wel heb, hebben de generaties voor mij voor gevochten. En daar ben ik ze erg dankbaar voor. Als ik op mijn fiets door het Limburgs landschap fiets, met de zon in mijn gezicht en de wind door mijn haren, dan voel ik me volledig vrij. Ik fiets dan vaak langs de Amerikaanse begraafplaats in Marrachaten. Op de velden met rijen witte kruisjes word ik even stil. En ik realiseer mij dat die vrijheid die wij zo vanzelfsprekend vinden, helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dit gevoel moeten we koesteren en we moeten eraan denken en herinneren wat het ons gekost heeft om deze vrijheid te verkrijgen. We zijn een generatie die gewend zijn om van hot naar her te reizen. The sky is the limit. Nu zitten we in thuisquarantaine en worstelen we met het feit dat een deel van onze vrijheid ons ontnomen is. Maar denk eens aan wat onze grootouders hebben doorgemaakt. Wij vechten tegen een onzichtbare vijand, het COVID-virus. Zij hebben moeten vechten tegen een vijand die nog veel meer schade heeft aangericht. Denk eens aan de mensen in de ziekenhuizen die angstig en alleen in een bed liggen vanwege dit virus. Nu is het zaak dat wij ons houden aan de beperkingen die ons worden opgelegd. Want alleen dan kunnen wij onze vrijheid weer terugkrijgen. En ik hoop met heel mijn hart dat ik volgend jaar mijn Olympische titel kan overdragen aan mijn opvolgsters. Ik hoop met heel mijn hart dat volgend jaar Nederland weer een equipe kan sturen naar Tokio om daar de Olympische Spelen te gaan strijden voor de eer van ons land. Ik wil dan ook het stokje overdragen aan een man die daar een belangrijk aandeel in zal hebben. Maurits Hendricks, technisch directeur van het Nederlands Olympisch Comité. Maurits, succes!